Op mijn blog kun je deze twee leuke teksten uitprinten. Ik heb het op 160 grams papier uitgeprint. Deze heb ik rondom al eventjes uitgeknipt. En nu laat ik even zien hoe ik mijn vouwlijnen thuis altijd maak. Want het vouwen komt best wel precies bij dit lijstje. Je legt eigenlijk een liniaal strak langs de zwarte lijn. En ik gebruik altijd een tool daarvoor. En dat zijn eigenlijk, het zijn stipstokjes. Omdat ze een bolle bovenkant hebben. Vaak is de ene kant dikker en de andere kant een dunnere bolletje wat erop zit. Daardoor duw je eigenlijk zo'n ronding in het papier en dan ontstaat er een vouwlijn. Ik vind het altijd super handig om te hebben. Ik gebruik het eigenlijk altijd. Maar in ieder geval, zo ga je dus twee keer langs de liniaal over een zwarte lijn. Ik weet niet of dat jullie het nou kunnen zien. Hierachter wel iets. Maar dat is dus super handig als je gaat vouwen. Je vouwt dan gelijk meteen strak over de lijn. Dus dat rondom mag je alle lijnen zo'n vouwmarkering erin maken. Ik weet niet of je het zo kunnen zien, maar... Nou, op beeld is het niet te zien, maar ik heb alle lijntjes al overgetrokken. Dus nu kunnen we gaan vouwen. Nou, je kunt onderaan beginnen met vouwen. Je vouwt één slag om. En dan niet doorvouwen, maar eigenlijk weer openmaken. En dan de volgende lijn gaan vouwen. Ik vind het iets handiger om dus aan de binnenkant alvast te beginnen met vouwen. Ik weet niet, het is iets makkelijker, maar het kan allebei, het maakt niks uit. Als alle lijnen maar gevouwen zijn. Idem dito met de boven- en de onderkantje. Dan begin je aan de zijkant met het niet plat vouwen, maar je moet een blokje maken. Dus eigenlijk is het een beetje oprollen. En nou is het nu wel een beetje lastig, want als je het oprolt wil het natuurlijk weer meteen terug. De zijkanten die vouw je dan naar binnen en dan is het eigenlijk de bedoeling dat de zijkanten in de onderkant valt. De onderkant heeft aan de uiteinde schuine stukjes. En dus het blokje van de zijkant moet eigenlijk erin vallen. Nou, zoals je ziet willen we bij mij ook niet altijd meewerken. Dus een puntje of een naaldje of iets erbij, dan even eroverheen kan flippen. Kijk. Pak even de lijm erbij en eigenlijk breng je dadelijk een heel klein beetje lijm aan op de hoekjes en dan schuif je hem er zo in. En dan doe je eigenlijk precies hetzelfde met alle hoeken.
Nou, ik doe het even netjes en dan laat ik het heel even drogen. Het is nog niet helemaal droog, maar ik kan in ieder geval verder. Dan pak je je gehaakte ijsje erbij. Je legt hem een beetje gecentreerd in het midden, net boven de tekst. Met een potloodje markeer je eigenlijk een beetje de puntjes achter het ijsje, want je hoeft ze niet aan de voorkant te zien. Ongeveer waar ze komen. Want we gaan het ijsje natuurlijk wel vastmaken. Je kunt het vastmaken met een lijmpistool, maar ik vond dat zonde, want dan heb je allemaal lijm aan je werk van het ijsje zitten. En ja, als je maar een keer uit het lijstje wil, dan zit je vol met lijm aan de achterkant. Dus je pakt een gum erbij en ik heb dan een cricket tool, met een scherpe punt. Maar je kunt dat ook gewoon met een naald doen, zodat je even twee gaatjes hebt geprikt. En dan pak je een stukje draad erbij, dezelfde kleur als de achterkant van het middenstuk van het ijsje. Je prikt hem door het ene gaatje, haalt hem er even door. En dan aan de achterkant van het ijsje zet je hem eigenlijk met twee kleine steekjes. Zet je hem vast. En dan ietsjes verder. Aan de kant het naaldje weer doorheen. Maar nou leg ik er een strikje in. Maar daarna heb ik er toch iets strakker een knoopje in gelegd. Dat is beter. Kijk, nou zit hij eigenlijk te los. Maar in ieder geval, zo kun je hem vastmaken. Dat is een idee. En met de lijmpistool is een idee. Of misschien heb jij wel een ander idee om het goed stevig vast te maken. Maar dit werkt ook, want het andere ijsje zit ook op die manier vast. En kijk, en als je dan een keer uit het lijstje wil, dan kun je ze altijd uithalen. Dus dit is mijn ijsresultaat van de ijsjes. Ik ga er een leuk plekje voor vinden thuis. En als jullie ze gaan maken, veel plezier met maken. En tot de volgende keer. Doei doei.